Rick Kruijs dus tegen zijn oude liefde. Hij liep in totaal maar liefst 17 jaar rond bij FC Utrecht. Nu tegen Jong FC Utrecht dus met VVV dat hier de eerste kans krijgt. Het schot is van Tijmen Verheijen. Jong Utrecht dat maandag knap met 0-0 gelijk speelde thuis tegen Willem II. Nu VVV in de aanval en dit is een prima doelpunt zeg. Heerlijk steekballetje van de debutant Daan Huisman. En het wordt prima afgerond door Sven Braken. Huisman, gehuurd van Vitesse, speelt achter de spitsen. Dat zijn natuurlijk Venema en Braken. En Braken weet hier de ruimte te vinden achter Fabian de Keizer. De Keizer die in de voorselectie zit van Jong Oranje. Ze heeft VVV de voorsprong, maar lijkt dit toch een overtreding. Jansen op eersteling. Kalisic kan het niet geloven dat hier niet voor wordt gefloten. Eersteling neemt aan en Jansen, ja, hier kan de bal toch voor op de stip gelegd worden. Maar dat gebeurt niet door scheidsrechter Eigelsheim. En daar wordt Utrecht dus een strafschop onthouden. In de tweede helft is hier de bal bij Lotte. De Fransman, steekballetje op Ikeshita, de Japanner. En dan van dichtbij is daar de 1-1. Christopher Manenghi. Het zal wennen zijn voor hem, want hij scoorde ruim 3 jaar geleden voor het laatst voor Jong FC Utrecht. Nu staat hij dicht bij het doel en is een simpele voetbeweging met links voldoende voor de gelijkmaker. En dan moet VVV gaan komen natuurlijk en claimt de thuisploeg hier een strafschop. Als Sven Braken wordt vastgehouden, maar ook hier gaat de bal niet op de stip. VVV dringt dan natuurlijk wel aan, want het is al blessuretijd dan. Blessuretijd waarin Jong Utrecht vorige week de winnende scoorde uit bij Os. En nu in blessuretijd opnieuw de winnende voor VVV. Het is Coghlin de aanvoerder. Hij knikt de 2-1 binnen. En dat is toch onverwacht nog een succes voor de ploeg van Rick Kruijs. 3 punten alsnog door deze treffer voor VVV. En dat is zuur voor Jong Utrecht.